Yes! Nou, in Free Kicks gaan we elke week bij iemand eten in het vrouwenvoetbal. En Lee heeft vandaag het etentje geregeld. Het is zondagochtend, dus we gaan lekker ontbijten. Wij? Dat ga ik lekker nog niet zeggen. Oh, Kim en Eva! Kim en Eva hebben dus een hele grote hond. Misschien wel groter dan Freesia. En die moet altijd even mensen leren kennen. Dus dat doen we buiten. Maar nu is het goed, hè? Probeer maken. Haag met pannenkoekjes maken en Kim was je dan zo'n test. Ik denk echt als 24 Kitchen nu. Ja. Ik heb gisteren al de hele dag voor de bank gehouden. Hey, mogen wij het baby? En goeie schaamkaart! Dat was niet uitgehuisd. Iedereen bij wie we nog gaan vreedkikken. Dit is de norm. Wie van jullie is de beste fysio? Dat is goed, maar van de jongen. Hoppa, terugkaart. Hoe wil je nog vaker komen? Maar jullie, ja, jullie zijn wel anders. Ja, hè? Maar eigenlijk hebben jullie best wel gewoon een rockbaan. Iedereen die bij jullie komt. Ik moet wel opvrolijken. Om ze mee daar doorheen te helpen. Maar ja, dat vind ik ook altijd wel mooi om te doen. En dan het moment dat we het veld te mogen meemaken, dat is natuurlijk leuk. Doe je dat netjes? Alleen omdat jullie die zijn. Lekker man. Welke goede vraag stelde jij nou net? Nou, ik zei net, wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt? In je leven. Nee, in je Kim, Eva bedoel ik. Hij is niet bestemd voor de kamer. Nee. Oh. Wat is de ergste blessure die je hebt meegemaakt? De beenbreuk van Kika Fnes. Kika zit nu bij ons in de studio. Kika, we hebben toen wel wat meegemaakt. Ja, dat been heb ik nog wel een paar nachten gevoeld. Niemand had zijn kopje erbij. Nee. Roger deed het wel heel goed doen. Want die zag natuurlijk ook dat het heftig was. Die liep meteen het hele team bij elkaar. John, doe eens rustig. We zitten in een serieus gesprek. Dat was wel de heftigste waarvoor ik het veld in heb gemoet. Ja. Hier ligt dus de prince himself. Ligt hij ook bij jullie in bed? Ja, in zijn hele eigen slaapkamer. Niet. Kijk maar eens, je bent bij de deuren binnen. Oh my god. Dit is Kinderhand. Dit is Dokse hand. Voor mij ging het om dit botje, maar die was ook goed. Die was goed. En hoe heet dit botje? Ja, dat moet je wel weten. Ja, het ging toen om het kapot. Eva, als je het nu niet weet, natuurlijk weet ik. Dan word je ontslagen. Kijk, dit is Jokse nagel. Dat is wel ook heel raar. Nu probeer je de aandacht af te leggen. Ik heb toch gezegd. Oh, nog een keer. Het ging om het kapot. Wilde mijn onderdeel niet zelf hebben? Ja, Kim had geen shirt aan. Ja, wel een shirt, maar niet. Kim had geen shirt aan en gewoon het veld. Dit is wel echt veel te zoetsappig hoor, jongens. Ik weet niet of iedereen jullie nu nog serieus kan nemen. Oh. Social. Jullie doen eigenlijk nooit echt interviews of zo, of wel? Nee. Jullie zijn de eerste die het ontdekt hebben. Met een tweeling zijn. Nee, nee, we allebei in de kroeg zitten. Krijgen we nog wel een score? We gaan ook even met Rob Geuze door de kroeg. Nu word ik niet vrolijk. Heel gezond fruit. Skeer. Bier. Nee. Het is geen bier. Mama. Wat een drama. We hebben nu natuurlijk nog geen vergelijking. Jullie zijn gewoon door. Het was beter dan mijn ontbijt gisteren. Nou, tot volgende week. Doei!